Ryder, ik zie mevrouw Hamdinger en de arend. Mooi, Sky, maar kom niet te dichtbij. Die arend zal haar territorium beschermen en ze wil gewoon die beker hebben. Ja, dat kan je wel zeggen, Ryder. Nu gaat ze achter mij aan. Ladder! Dank je wel dat je me weer redt met je ladder, Marshall. Meest getalenteerde bowler? Is die beker niet echt van burgemeester Hamdinger? En dat is waarom al die dieren hem wilden hebben. Er zitten koekjes in. Sorry, mevrouw Hamdinger. Hopelijk bent u niet teleurgesteld. Teleurgesteld? Ach, mijn hammigammie weet dat hij niet moet liegen. Maar kijk eens hoe belangrijk het voor hem was. Ook zonder zo'n beker ben ik erg trots op hem. Hallo? Wat stelt dit voor? Oh, Hamigami, de Paw Patrol kwam hier langs voor een toetje. Oh, nou, dan kunnen ze mijn verrassing ook zien. Kijk eens wat ik heb gemaakt. Gewonnen. Burgemeester van het jaar van Boerengat? Oh, Hamigami, wat fantastisch, zeg. Laat mij eens kijken. Dit is 100% onacceptabel. Een haar van mijn snor zit niet op zijn plek. Heel erg bedankt voor jullie hulp. Graag gedaan. En zoekt u weer eens een bekerweker? Blaf Danny om helpie wilpie. Ryder, ik heb ze gevonden. Te gek. Ik trap zo snel als een struisvogel. Hey, kijk! Verderop is licht! We zijn bijna uit de tunnel! Dat is inderdaad een uitgang. Eén die recht boven de baai uitkomt. Rubble, kun je hier komen met je bulldozer en een puppet? En snel graag! Daar ben ik heel goed in! Rubble is aan de rol! Er is hulp onderweg. Oh, mooi. Want ik zie dat de wagen nu nog sneller gaat. Daar komt-ie, Ryder. Hebbes! Hey, niet springen op mijn pupbed. Ze zijn in orde. Goed gevangen, Rubble. Boven een gezinshereniging. Oh. Op struisvogels passen is een stuk makkelijker dan op struisvogels zitten. Bedankt voor al je hulp vandaag, Ryder. Graag gedaan, meneer Porter. En zit je ooit op een wegrennende struisvogel? Blaf dan om hulp. Verse pupkoekjes voor alle puppies. Dank je. Bedankt. Squawk, squawk. Dat is struisvogels voor. Dank je. Graag gedaan. Ik heb het wel moeilijker gehad, geloof ik. Net op tijd. Geen gejuich voor mij. Ik was degene die van de berg gleed in een huis op snowboards. Hoe daarom... Ja, maar hoe krijgen we het chalet van Jake nu weer de berg op? Het is te zwaar voor één truck om een chalet over ijs en sneeuw te verslepen. Dan doen we het als een team. Langzaamaan, zoals winterwegtruckers het doen. Concentreer je op het sturen, dan krijgen we deze wiebelwagon bij de top. Wiebelwagon. Wauw,
Het chalet van Jake staat weer keurig op zijn plek. Ja! Maar waar zijn alle meubels? Daar zorgt burgemeester Hamdinger voor. Waar zijn mijn kittens? Dit zou veel sneller gaan met een beetje hulp. Huh? Hey, Ryder! Oh, ik zie dat je bovenop mijn berg bent. Is alles goed daar? Nou, laat ik zeggen dat juist ook een tripje heeft gemaakt. Maar alles is nu weer goed. Oh, nou dank je. Graag gedaan. Als dingen bergafwaarts gaan, blaf dan om hulp. Boef, bedankt, Paw Patrol. Is dit een goed moment om te vragen om een kaartje voor je concert? Oh, oh, oh. Hebbes! Goed gedaan, El. Chase, gebruik je drone om El naar zijn cabine te tillen. Ruff! Grote truck, activeer! Ruff, drone! Oké, Sky. Tijd om Els grote truck op te tillen. Uh-oh, Ryder. Ik heb hier hulp nodig. Oh, we storten zo meteen naar beneden. Niet met deze trucker aan het stuur. Kom op, je kunt het wel. Ik kreeg niet eens één kaartje van hem. Na alles wat ik gedaan heb. Hé, mijn hoed! Ik wil Ryder en de grote truckpups bedanken voor het redden van dit concert. Wanneer je show van de weg afgaat, blaf dan om hulp. Komt-ie! Met de truck op de snelweg, waar rij jij me naartoe? Hopelijk breng je me wel weg, want straks ben ik heel erg moe. Waar je mij ook zult leiden, ik vind vrienden waarheen ik ook ga. Grote truck blijft rijden, en rijden, en rijden, yeah. Met vrienden voelt het net als thuis. Als het goed zit, kan je genieten van een lange rit. Met vrienden voelt het net als thuis. Je voelt je prima ook ver van huis, als je vrienden hebt. Ik heb nooit eerder een nepsnor gemaakt. Hé, wat heeft de Paw Patrol hier te zoeken in Boerengat? We proberen Katie te redden voordat de schuilplaats diep ondergronds verdwijnt. Veiligheidsmodus begint over 1 minuut. Wat? Bedoel je dat mijn schuilplaatsverdedigingssysteem echt werkt? Helaas wel, maar we kunnen het niet uitzetten zonder dat u binnen bent. Het gat dat we in het dak maakten is te klein. Wat? Zit er een gat in mijn dak? Oh, het was toch wel zo'n fijne dag. Oh, ik heb tenminste nog mijn spaghetti. Dat is het. We kunnen een snoer maken van spaghetti. Ruff, vork. Burgemeester Hamdinger, mag ik wat van uw spaghetti? Oh, best. Goed gedaan, Rocky. Sky, til deze nepsnor op en breng hem naar Katie. Hebbes, bedankt. Dit is burgemeester Hamdinger. Doe alsjeblieft de deur open. De gezichtsherkenning geeft aan dat jij niet burgemeester Hamdinger bent. Ik heb niet veel tijd meer. Het moet aan de snor liggen. Hiervoor heb ik al mijn kapperstalent nodig. Gegroet, burgemeester Hamdinger. De deur wordt geopend. Extreme veiligheidsmodus wordt ingeschakeld. Waar is mijn schuilplaats nou? Ryder, Paw Patrol, bedankt voor het redden uit die veel te veilige plek. Graag gedaan, Katie. Wanneer je vastzit door een superbeveiligingssysteem, blaf dan om hulp. Ik ben misschien een tijdje mijn schuilplaats kwijt, maar ik heb tenminste mijn kittens. Oh, en mijn spaghetti lunch. Hij vliegt over de rand. Rubble is aan de jukebox roll. Oh nee, de platen. Ik zal ze vangen. Paw Patrol, ik heb iedereen nodig om vliegende platen te redden. Ruff, net! Ik heb
Ik heb je. Ik schep niet graag op, maar mijn actie was een plaatje. Goed gedaan, pups. We zien elkaar bij meneer Porter en laden ze in de jukebox. Help, help, help! Zo te horen heeft burgemeester Hamdinger hulp nodig. Purple, jij zorgt voor de jukebox. Chase en ik gaan kijken bij burgemeester Hamdinger. Brave wolfjes, ga nu maar snel naar huis. Ik denk dat die wolven meer van die bluegrass muziek willen horen. Zorg dat ze weggaan, alsjeblieft. Ik denk dat ik weet hoe. Zo'n goed nummer. Miauw, 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 miauw. Net! Auw, 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 auw. Burgemeester Hamdinger, alsjeblieft. U krijgt uw plaat weer terug. En de volgende keer gewoon vragen. Best. Ik speel mijn liedje wel in mijn schuilplaats. De hele dag. Kom terug, kittens. We maken er een amazing feestje van. Bedankt voor het vinden van de jukebox en het terugbrengen van al die prachtige platen, Paw Patrol. Heel graag gedaan. Wanneer je jukebox ooit verdwijnt, zing dan gewoon om hulp. Ja, De aal komt dicht bij het strand. Je hebt weinig tijd, Tak. Ik heb een idee. Maak uw tas open. Sorry, Chickenletta. Je kunt niet meer in de tas. De aal klimt nog niet terug naar normaal. We moeten de meteoriet vast eerst uit zijn buik halen. Daarheen, hotzik, Chickenletta! Wow! Jij zult niet wegzwemmen met mijn broertje! Hoe komen we nou langs die tanden? Ik weet wat! Heb je kriebel in je keel, meneer Aal? Kijk, het werkt! Ga klaarstaan! Huh? Ga klaarstaan? Maar van... Tak, waar ben je, gastje? Hieronder! We hebben de meteoriet. Die zullen we ergens opbergen waar die geen kwaad meer kan doen. Doe voorzichtig, kleine druktemaker. Goed gedaan, allemaal. Bedankt, Pups. Bedankt, Ryder. En bedankt, Ella en Tak. Graag gedaan. En als u ooit weer wordt opgegeten door een reuzenaal, blaf dan om hulp. Zullen we nu weer verder gaan met dat potje volleyballen? Ja, ik ken wat coole moves die je nog niet hebt gezien. Wow! Misschien heb ik ze gevonden. Laten we het hopen. Sky, kan je gaan kijken bij de ballon van toerende Travis? Eddie en Emmy zijn misschien aan boord. Deze pup gaat vliegen! Ryder, de cabine is weg. Maar de zonnebril van Eddie ligt hier. Eddie en Emmy gingen vast terug naar de cabine voordat de wagen hem weer meenam. Stel dat ze erin zitten. Ryder, ik heb de ballon van Travis gevonden en ik zet hem nu neer bij Marshall. Ryder, dit zijn niet Eddie en Emmy, maar 3D-kopieën. Sky, ga op zoek naar die wagen die de cabine vervoert. Begrepen! Ryder, ik heb de wagen gevonden. Hij rijdt over de hoofdweg de stad uit. Vlieg erboven, Sky. Ik stuur Chase erheen. Hey! Ik heb toch gezegd dat dit een heel slecht idee was? Heb jij dat gezegd? Zijn jullie nog heel? Wacht, jullie zijn er toch wel, hè? Ah, ja, wij zijn er. Ja. Mooi, want er is nog iets belangrijks dat jullie moeten doen. Het spijt ons. Bedankt, Paw Patrol, voor het vinden van de tweeling en het redden van alle neppe Emmys en Eddies. Geen probleem. Heb je te veel neppe Eddies en Emmys? Nou, blaf dan om hulp. Toch, pups? Pups? Sorry, Ryder. We speelden net weer stankbeeldje.
Kom mee, we gaan. Oh, je kunt ontspannen, Chickens. Het is voorbij. Ja, vanaf nu is het alleen nog maar rustig. Wow. Dit gaat niet goed. We hebben een grote berg sneeuw nodig. Ik kan niet stoppen. Ik kan er ook niet omheen. Inderdaad, Everest. Je moet er overheen. Dat lukt ons wel. Volgens mij wordt het zelfs waanzin. Waanzin! Ik wil dit niet. Burgemeester, Chicoletta. Bedankt dat jullie Chicoletta en mij zag lieten landen, pups. Geen probleem. Wanneer je op hol slaat bij een wilde rit, nou blaf dan om hulp. Oh, daar bent u, burgemeester. Het spijt mij heel erg van uw lessen. Maar we kunnen nu verder gaan, toch? Eigenlijk, François, heb ik een nieuwe activiteit gevonden die ik veel leuker vind. Let maar op. Wauw! Ik noem dat extreem sleeën. Daar houden wij van. Ja, toch, Chicoletta? Zo te zien houdt de arend ook van extreem sleeën. En van de stinkkaas. Alsjeblieft weer terug in de boot, kapitein Baasmeester zit, meneer. Oh, Sky, laat me zakken. Ik moet Arby helpen. Baf, baf, snel. Baf, grijpen. Blijf daar, Sid. Ik kom zo bij je terug. Dumpt mijn eerste stuurman mij voor die stomme koningin? Ha, best. Ik heb hem helemaal niet nodig. Zo'n zorgen. Bedankt, Paw Patrol. Jullie zijn mijn helden. Graag gedaan, prinses. Wanneer je pup verdwaald is op zee, blaf dan om hulp. Wacht, ben jij niet de koningin? Nee, Sweetie is mijn lieve koninklijke huisdier. Ja, misschien heb ik gejokt over dat koningin zijn. Maar je moet toegeven, ik ben er best goed in. Ja, best wel. En je redde me van die enorme octopus. Dus bedankt, vriendin. Oh, Sweetie, je hebt een nieuwe vriend. Of eigenlijk, je eerste harige vriendje ooit. Wil jij het eerste officiële speelkameraadje van Sweetie zijn? Arby! Arby! Als je me kunt horen, kom terug. Ik maak te veel hamburgers als je wilt. Bedankt voor het aanbod, maar kapitein Baasmeester Sid meneer heeft me nodig. Tot ziens. Komt goed, Sky. Laat mij maar. Je moet nooit de kracht van een oude vriendschap onderschatten. En ook zeker niet de kracht van lekkere burgers. Heel goed. Oké, gebruik je lichaam om de bladeren te sturen. Je hebt talent, Sky. Hadden jullie allemaal een wilde rit? Ja, maar waar is Snuif nu? Zodra het veilig was, is hij de berg weer opgegaan. Nou, hij leeft op die berg. Net zoals jij op die van jou. Zal ik nu wat smoothies maken? Oh nee, we hebben helemaal geen kokosnoot meegenomen. Huh? Wat is dat? Wacht, is dat... Snuif! En je hebt een kokosnoot voor ons. Daarom ging hij dus die berg weer op. Om die kokosnoot te halen. Ja.
kokosnootsmoothies voor iedereen. Ik denk dat Snuifje bedankt voor het redden. En omdat je hem leerde bladboorden. Ja, heel graag gedaan, Snuif. Vergeet niet, als je ooit bijna verpletterd wordt door een kei, snuif dan hem op. Hier, probeer eens, Everest. Yum! Ik kan niet wachten om nog eens naar de jungle te gaan. Mijn hamsquatch-kostuum. Het had kapot kunnen gaan. Want weten jullie, sommige mensen zijn echt bang voor hamsquatches. Ik niet, natuurlijk. Hamsquatch! Tegenhouden. Burgemeester Hamdinger is niet veilig in het botsautootje. We moeten ze uit die botsauto's halen. Chase, gebruik je kabelbaan. Ruff, kabelbaan! Let op, pak hem! Nou, dat was nog eens leuk. Eddie? Emmy? Sorry dat we uw kermis hebben verpest. Geef niet, Emmy en Eddie. Jullie hebben iedereen flink laten schrikken. De pups zullen alles snel weer gerepareerd hebben, burgemeester. Zelfs de botsautootjes. En wij gaan direct terug naar Boerengat. Wij moeten een hamsquatch-kostuum repareren. En we gaan zeewier prikken. Oké. Dankzij jou en de Paw Patrol, Ryder, is onze kermis weer gered. Als er een hamsquatch komt waar je niet op zit te wachten, blaf dan hem op. Als burgemeester blijf je altijd kalm. We zoeken alleen iets als een anker. Zoals die op de boot van kapitein Turbot. Goed idee, Julia. Sky, vlieg naar de platvis en leen een nieuwe anker van kapitein Turbot. Deze pup gaat vliegen! Ik licht het anker. Laten we varen. Kapitein Turbot, mag ik uw anker lenen voor de redding? Natuurlijk. Ik kan wel even scheiden van mijn schitterende scheepstopper. Snel, Sky. Hou ze tegen, anders knallen ze op de doelpalen. Oh nee, maar die zijn gloednieuw. Daar is Sky met het anker. Je hebt één kans, Sky. Meer heb ik niet nodig, Ryder. Met de Paw Patrol, Julius? Ja, maar mini-burgemeester zijn leek wel een rit in een achtbaan. Volgende keer wil ik op de plakkerige praalwagen zitten. Hopelijk komt er geen volgende keer. Dat verwacht ik niet, want onze praalwagen is nogal rommelig geworden. Daar ben ik het niet mee eens. Hij is bedekt met alle dingen die avonturen bij maken wat het is. Ja. Zelfs de tulpen van tante burgemeester. Wat een wijsheid van onze jeugd. Dit wordt het mooiste bloemblaadjesfestival dat ooit is gehouden. Dankzij iedereen, vooral de Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je echt vastgelijmd zit, blaf dan om hulp. Hé, dat is mijn brievenbus. Cool. Mijn grasmaaier is beroemd. Wauw! We gaan het herbouwen. Is iedereen klaar om het nieuwe café te zien? Ja! Woehoe! Ja! Wow!
Pups. Maar dat is nog niet alles. Er is nog veel meer, toch, Rubble? Kom maar eens binnenkijken. Wauw! Het café van mijn dromen. Dit is fantastisch. Dit is schitterend. Dit is onaanvaardbaar. Burgemeester Goodway, stuur mij water uit Avonturenbaai, zodat mijn kittens in bad kunnen. De kittens zijn niet de enigen die een bad nodig hebben. Ik wil mijn water. Ryder, er zit nog steeds lucht in de leidingen. Dat is normaal, maar ik hoop dat het geen extra probleem heeft gegeven. Eigenlijk, Zuma, heeft het misschien iets opgelost. Hier zijn de aardbeien-spinaziekoekjes die ik had beloofd. Dank je, Rubble, en dank je, Charger. Graag gedaan! Njam! Vergeet niet... Mag ik het zeggen, Ryder? Mag het? Ga je gang, Charger. Wanneer er een boom op je café neerstort, blaf dan om hulp! Oh, weet je, ik heb het idee dat de onderzeeër verder gaat zinken. Heel goed, het gaat ons lukken. Ik denk dat Coral hulp kan gebruiken. Hamer er maar flink op los. Het is gelukt. Goed gedaan, maatje. Wat? Automatische piloot? Ik zie hem al weer. De laatste zit vast, Ryder. De onderzeeër is er klaar voor. Goed gedaan, Pups. Robbehond, haal hem maar omhoog. Rustig aan. Hé, hey, wat gebeurt er? Squiddy, ik kan niks zien. Het werkt. De onderzeeër gaat omhoog. En die stenen komen omlaag. Het rif. Bellen schieten. Laten we hem ver uit de buurt van die gul neerzetten. Bobby, je kunt er nu uitkomen. Haha, nou, ik heb tenminste één supercool onderdeel mee kunnen nemen. Kijk maar. Bobby, dat is een blikje vissenvoer. Vissenvoer? Dus na al die ellende blijf ik achter met alleen dit jakkes. Nou, als jij het niet wilt hebben, willen die vissenvrienden het wel hebben. Dat lijkt me een heerlijke manier om ze te bedanken voor hun hulp. Chase, Ruff, Pepper. Zeg eens aan. Bedankt voor jullie hulp allemaal. Jullie hebben mij en het rif gered. Graag gedaan. Wanneer je vastzit in een zinkende onderzeeër, blaf dan om hulp. Eeuw, nee, jakkes! Nee, McSquidley, kom terug, jij! Kom mee, we moeten die inktvis tegenhouden voordat er iemand gewond raakt, inclusief de inktvis. Wanneer een grote inktvis ooit te gretig wordt, oeh, onhulp. Wow. Hopelijk gaat het goed met McSquidley. McSquidley, je bent terug. Daar zijn de bollen. De expositie is nu geopend. Ah, slechtste dag
van mijn leven. Ryder, ik zie mevrouw Hamdinger en de arend. Mooi, Sky, maar kom niet te dichtbij. Die arend zal haar territorium beschermen en ze wil gewoon die beker hebben. Ja, dat kan je wel zeggen, Ryder. Nu gaat ze achter mij aan. Ladder! Dank je wel dat je me weer redt met je ladder, Marshall. Meest getalenteerde bowler? Is die beker niet echt van burgemeester Hamdinger? En dat is waarom al die dieren hem wilden hebben. Daar zitten koekjes in. Sorry, mevrouw Hamdinger. Hopelijk bent u niet teleurgesteld. Teleurgesteld? Ach, mijn hammy-gammy weet dat hij niet moet liegen. Maar kijk eens hoe belangrijk het voor hem was. Ook zonder zo'n beker ben ik echt trots op hem. Hallo? Wat stelt dit voor? Oh, hammy-gammy. De Paw Patrol kwam hier langs voor het toetje. Oh, nou, dan kunnen ze mijn verrassing ook zien. Kijk eens wat ik heb gemaakt. Gewonnen. Burgemeester van het jaar van Boerengat? Oh, hammy-gammy, wat fantastisch, zeg. Laat mij eens kijken. Dit is 100% onacceptabel. Een haar van mijn snor zit niet op zijn plek. Heel erg bedankt voor jullie hulp. Graag gedaan. En zoekt u weer eens een bekerweker? Blaf Danny om helpie wilpie. Ryder, ik heb ze gevonden. Te gek. Ik trap zo snel als een struisvogel. Hey, kijk! Verderop is licht! We zijn bijna uit de tunnel! Dat is inderdaad een uitgang. Eén die recht boven de baai uitkomt. Rubble, kun je hier komen met je bulldozer en een puppet? En snel graag! Daar ben ik heel goed in! Rubble is aan de rol! Er is hulp onderweg! Oh, mooi! Want ik zie dat de wagen nu nog sneller gaat. Daar komt die Ryder! Hebbes! Hey, niet springen op mijn pupbed! Ze zijn in orde! Goed gevangen, Rubble. Boven een gezinshereniging. Oh. Op struisvogels passen is een stuk makkelijker dan op struisvogels zitten. Bedankt voor al je hulp vandaag, Ryder. Graag gedaan, meneer Porter. En zit je ooit op een wegrennende struisvogel? Blaf dan om hulp. Verse pupkoekjes voor alle puppies. Dank je. Bedankt. Squawk, squawk. Dat is struisvogels voor. Dank je. Graag gedaan. Ik heb het wel moeilijker gehad, geloof ik. Net op tijd. Voor mij? Ik was degene die van de berg gleed in een huis op snowboards. Hoe daarom? Ja, maar hoe krijgen we het chalet van Jake nu weer de berg op? Het is te zwaar voor één truck om een chalet over ijs en sneeuw te verslepen. Dan doen we het als een team. Langzaamaan, zoals winterwegtruckers het doen. Concentreer je op het sturen, dan krijgen we deze wiebelwagon bij de top. Wiebelwagon.
Het chalet van Jake staat weer keurig op zijn plek. Ja! Maar waar zijn alle meubels? Daar zorgt burgemeester Handinger voor. Waar zijn mijn kittens? Dit zou veel sneller gaan met een beetje hulp. Huh? Oh. Hey, Ryder! Oh, ik zie dat je bovenop mijn berg bent. Is alles goed daar? Nou, laat ik zeggen dat juist ook een tripje heeft gemaakt. Maar alles is nu weer goed. Oh, nou dank je. Graag gedaan. Als dingen bergafwaarts gaan, blaf dan om hulp. Oh, bedankt, Paw Patrol. Is dit een goed moment om te vragen om een kaartje voor je concert? Oh, oh god! Gedaan, El. Chase, gebruik je drone om El naar zijn cabine te tillen. Ruff, grote truc, activeer! Ruff, drone! Oké, Sky, tijd om El's grote truck op te tillen. Ik heb hier hulp nodig. Oh, we storten zo meteen naar beneden. Niet met deze trucker aan het stuur. Kom op, je kunt het wel. Toot, Luke, 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 Luke. Oh, Luke. Oh, ik kreeg niet eens één kaartje van hem. Na alles wat ik gedaan heb. Hey, mijn hoed. Ik wil Ryder en de grote truckpups bedanken voor het redden van dit concert. Wanneer je show van de weg afgaat, blaf dan om hulp. Komt-ie! Met de truck op de snelweg, waar rij jij me naartoe? Hopelijk breng je me wel weg, want straks ben ik heel erg moe. Waar je mij ook zult leiden, ik vind vrienden waarheen ik ook ga. Grote truck blijft rijden, en rijden, en rijden, yeah. Vrienden voelt het net als thuis. Als het goed zit, kan je genieten van een lange rit. Met vrienden voelt het net als thuis. Je voelt je prima ook ver van huis, als je vrienden hebt. Ik heb nooit eerder een nepsnor gemaakt. Hey, wat heeft de Paw Patrol hier te zoeken in Boerengat? We proberen Katie te redden voordat de schuilplaats diep ondergronds verdwijnt. Veiligheidsmodus begint over 1 minuut. Wat? Bedoel je dat mijn schuilplaatsverdedigingssysteem echt werkt? Helaas wel, maar we kunnen het niet uitzetten zonder dat u binnen bent. Het gat dat we in het dak maakten is te klein. Wat? Zit er een gat in mijn dak? Oh, het was nog wel zo'n fijne dag. Oh, ik heb tenminste nog mijn spaghetti. Dat is het. We kunnen een snor maken van spaghetti. Ruff, vork. Burgemeester Handinger, mag ik wat van uw spaghetti? Oh, best. Goed gedaan, Rocky. Sky, til deze nepsnor op en breng hem naar Katie. Kijk! Hebbes, bedankt. Dit is burgemeester Handinger. Doe alsjeblieft de deur open. De gezichtsherkenning geeft aan dat jij niet burgemeester Handinger bent. Ik heb niet veel tijd meer. Het moet aan de snor liggen. Hiervoor heb ik al mijn kapperstalent nodig. Gegroet, burgemeester Handinger. De deur wordt geopend. Extreme veiligheidsmodus wordt ingeschakeld. Oh, wow. Is mijn schuilplaats nou? Ryder, Paw Patrol, bedankt voor het redden uit die veel te veilige plek. Graag gedaan, Katie. Wanneer je vastzit door een superbeveiligingssysteem, blaf dan om hulp. Ik ben misschien een tijdje mijn schuilplaats kwijt, maar ik heb tenminste mijn kittens. Oh, en mijn spaghetti lunch. Hij vliegt over de rand. Rubble is aan de jukebox roll. Oh nee, de platen. Ik zal ze vangen. Paw Patrol, ik heb iedereen nodig om vliegende platen te redden. Rob, next! Ik heb het!
heb er twee. Ik heb je. Ik schep niet graag op, maar mijn actie was een plaatje. Goed gedaan, pups. We zien elkaar bij meneer Porter en laden ze in de jukebox. Help, help, help! Zo te horen heeft burgemeester Humdinger hulp nodig. Rubble, jij zorgt voor de jukebox. Chase en ik gaan kijken bij burgemeester Humdinger. Brave wolfjes, ga nu maar snel naar huis. Ik denk dat die wolven meer van die bluegrass muziek willen horen. Zorg dat ze weggaan, alsjeblieft. Ik denk dat ik weet hoe. Zo'n goed nummer. Miauw, 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 miauw. Net! Au, 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 au. Burgemeester Humdinger, alstublieft. U krijgt uw plaat weer terug. En de volgende keer gewoon vragen. Best. Ik speel mijn liedje wel in mijn schuilplaats. De hele dag. Kom terug, kittens. We maken er een amazing feestje van. Bedankt voor het vinden van de jukebox en het terugbrengen van al die prachtige platen, Paw Patrol. Heel graag gedaan. Wanneer je jukebox ooit verdwijnt, zing dan gewoon om hulp. Ja! Aha, aha. De aal komt dicht bij het strand. Je hebt weinig tijd, Tak. Ik heb een idee. Maak uw tas open. Sorry, Chickenletta. Je kunt niet meer in de tas. De aal klimt nog niet terug naar normaal. We moeten de meteoriet vast eerst uit zijn buik halen. Daarheen! Hotsik, Chickenletta! Wow! Jij zult niet wegzwemmen met mijn broertje! Hoe komen we nou langs die tanden? Ik weet wat! Heb je kriebel in je keel, meneer Aal? Kijk, het werkt! Ga klaarstaan! Huh? Ga klaarstaan? Ik ben van... Tak, waar ben je, gastje? Hieronder! We hebben de meteoriet. Die zullen we ergens opbergen waar die geen kwaad meer kan doen. Doe voorzichtig, kleine druktemaker. Goed gedaan, allemaal. Bedankt, Pups. Bedankt, Ryder. En bedankt, Ella en Tak. Graag gedaan. En als u ooit weer wordt opgegeten door een reuzenaal, blaf dan om hulp. Zullen we nu weer verder gaan met dat potje volleyballen? Ja, ik ken wat coole moves die je nog niet hebt gezien. Wow! Misschien heb ik ze gevonden. Laten we het hopen. Sky, kan je gaan kijken bij de ballon van toerende Travis? Eddie en Emmy zijn misschien aan boord. Deze pup gaat vliegen! Ryder, de cabine is weg. Maar de zonnebril van Eddie ligt hier. Eddie en Emmy gingen vast terug naar de cabine voordat de wagen hem weer meenam. Stel dat ze erin zitten. Ryder, ik heb de ballon van Travis gevonden en ik zet hem nu neer bij Marshall. Ryder, dit zijn niet Eddie en Emmy, maar 3D-kopieën. Sky, ga op zoek naar die wagen die de cabine vervoert. Begrepen! Ryder, ik heb de wagen gevonden. Hij rijdt over de hoofdweg de stad uit. Vlieg erboven, Sky. Ik stuur Chase erheen. Hey! Ik heb toch gezegd dat dit een heel slecht idee was? Heb jij dat gezegd? Zijn jullie nog heel? Wacht, jullie zijn er toch wel, hè? Ah, ja, wij zijn er. Ja. Mooi, want er is nog iets belangrijks dat jullie moeten doen. Het spijt ons. Bedankt, Paw Patrol, voor het vinden van de tweeling en het redden van alle neppe Emmys en Eddies. Geen probleem. Heb je te veel neppe Eddies en Emmys? Nou, blaf dan om hulp. Toch, pups? Pups? Sorry, Ryder. We speelden net weer stankbeeldje.
Patrol. Kom mee, we gaan. Je kunt ontspannen, Chickums. Het is voorbij. Ja, vanaf nu is het alleen nog maar rustig. Wow! Dit gaat niet goed! We hebben een grote berg sneeuw nodig. Ik kan niet stoppen. Ik kan er ook niet omheen. Inderdaad, Everest. Je moet er overheen. Dat lukt ons wel. Volgens mij wordt het zelfs waanzin. Ik wil dit niet. Burgemeester, Chicoletta. Bedankt dat jullie Chicoletta en mij zacht lieten landen, pups. Geen probleem. Wanneer je op hol slaat bij een wilde rit, nou blaf dan om hulp. Oh, daar bent u, burgemeester. Het spijt mij heel erg van uw lessen. Maar we kunnen nu verder gaan, toch? Eigenlijk, François, heb ik een nieuwe activiteit gevonden die ik veel leuker vind. Let maar op. Wauw! Ik noem het extreem sleeën. Daar houden wij van. Ja, toch, Chicoletta? Zo te zien houdt de arend ook van extreem sleeën. En van de stinkkaas. Alsjeblieft weer terug in de boot, kapitein Baasmeester zit meneer. Sky, laat me zakken. Ik moet Army helpen. Baf, baf, snel. Baf, grijpen. Blijf daar, Sid. Ik kom zo bij je terug. Dumpt mijn eerste stuurman mij voor die stomme koningin? Ha, best! Ik heb hem helemaal niet nodig! Oh, sweetie! Ik maakte me zo'n zorgen. Bedankt, Paw Patrol. Jullie zijn mijn helden. Graag gedaan, prinses. Wanneer je pup verdwaald is op zee, blaf dan om hulp. Wacht, ben jij niet de koningin? Nee, sweetie is mijn lieve koninklijke huisdier. Ja, misschien heb ik gejokt over dat koningin zijn. Maar je moet toegeven, ik ben er best goed in. Ja, best wel. En je redde me van die enorme octopus. Dus bedankt, vriendin. Oh, sweetie, je hebt een nieuwe vriend. Of eigenlijk, je eerste harige vriendje ooit. Wil jij het eerste officiële speelkameraadje van sweetie zijn? Army! Army! Als je me kunt horen, kom terug. Ik maak te veel hamburgers als je wilt. Bedankt voor het aanbod, maar kapitein Baasmeester Sid meneer heeft me nodig. Tot ziens! Komt goed, Sky. Laat mij maar. Je moet nooit de kracht van een oude vriendschap onderschatten. En ook zeker niet de kracht van lekkere burgers. Om de bladeren te sturen. Je hebt talent, Snuif. Blijf doorgaan. De rechterkant is vrij. Blijf achter me en leun ver over naar rechts. Kijk naar voren. Als we doorgaan, kunnen we die kei verslaan. Je kunt het echt, Snuif. Horen hadden jullie allemaal een wilde rit. Ja, maar waar is Snuif nu? Zodra het veilig was, is hij de berg weer opgegaan. Nou, hij leeft op die berg. Net zoals jij op die van jou. Zal ik nu wat smoothies maken? Oh nee, we hebben helemaal geen kokosnoot meegenomen. Huh? Wat is dat? Wacht, is dat... voor ons. Daarom ging hij dus die berg weer op. Om die kokosnoot te halen. Ja.
hazelnootsmoothies voor iedereen. Ik denk dat Snuif je bedankt voor het redden. En omdat je hem leerde bladwoorden. Ja, heel graag gedaan, Snuif. Vergeet niet, als je ooit bijna verpletterd wordt door een kei, snuif dan hem op. Hier, probeer eens, Everest. Jam! Ik kan niet wachten om nog eens naar de jungle te gaan. Mijn Hamsquatch kostuum. Het had kapot kunnen gaan. Want weten jullie, sommige mensen zijn echt bang voor Hamsquatches. Ik niet, natuurlijk. Hamsquatch! Ze tegenhouden. Burgemeester Hamdinger is niet veilig in het botsautootje. We moeten ze uit die botsauto's halen. Chase, gebruik je kabelbaan. Ruff, kabelbaan! Let op, pak hem! Nou, dat was nog eens leuk. Eddie? Emmy? Sorry dat we uw kermis hebben verpest. Geef niet, Emmy en Eddie. Jullie hebben iedereen flink laten schrikken. De pups zullen alles snel weer gerepareerd hebben, burgemeester. Zelfs de botsautootjes. En wij gaan direct terug naar Boerengat. Wij moeten een Hamsquatch kostuum repareren. En we gaan zeewier prikken. Oké. Dankzij jou en de Paw Patrol, Ryder, is onze kermis weer gered. Als er een Hamsquatch komt waar je niet op zit te wachten, blaf dan hem op. Als burgemeester blijf je altijd kalm. We zoeken alleen iets als een anker. Zoals die op de boot van kapitein Turbot. Goed idee, Julia. Sky, vlieg naar de platvis en leen een nieuwe anker van kapitein Turbot. Deze pup gaat vliegen! Ik licht het anker. Laten we varen. Kapitein Turbot, mag ik uw anker lenen voor een redding? Natuurlijk. Ik kan me alleen verscheiden van mijn schitterende scheepstopper. Snel, Sky. Hou ze tegen. Anders knallen ze op de doelpalen. Oh nee, maar die zijn gloednieuw. Daar is Sky met het anker. Je hebt één kans, Sky. Meer heb ik niet nodig, Ryder. Met de Paw Patrol, Julius? Ja, maar mini-burgemeester zijn leek wel een rit in een achtbaan. Volgende keer wil ik op de plakkerige praalwagen zitten. Hopelijk komt er geen volgende keer. Dat verwacht ik niet, want onze praalwagen is nogal rommelig geworden. Daar ben ik het niet mee eens. Hij is bedekt met alle dingen die avonturen bij maken wat het is. Ja, zelfs de tulpen van tante burgemeester. Wat een wijsheid van onze jeugd. Dit wordt het mooiste bloemblaadjesfestival dat ooit is gehouden. Dankzij iedereen, vooral de Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je echt vastgelijmd zit, blaf dan omhulp. Hey, dat is mijn brievenbus. Cool. Mijn glasmaaier is beroemd. Wow! We gaan het herbouwen. Is iedereen klaar om het nieuwe café te zien? Ja! Ja! Wow!
Pups. Maar dat is nog niet alles. Er is nog veel meer, toch, Rubble? Kom maar eens binnenkijken. Wauw! Het café van mijn dromen. Dit is fantastisch. Dit is schitterend. Dit is onaanvaardbaar. Burgemeester Goodway, stuur mij water uit Avonturenbaai, zodat mijn kittens in bad kunnen. De kittens zijn niet de enigen die een bad nodig hebben. Ik wil mijn water. Ryder, er zit nog steeds lucht in de leidingen. Dat is normaal, maar ik hoop dat het geen extra probleem heeft gegeven. Eigenlijk, Zuma, heeft het misschien iets opgelost. Hier zijn de aardbeien-spinaziekoekjes die ik had beloofd. Dank je, Rubble, en dank je, Charger. Graag gedaan! Njam. Vergeet niet... Mag ik het zeggen, Ryder? Mag het? Ga je gang, Charger. Wanneer er een boom op je café neerstort, blaf dan om hulp! Oh, weet je, ik heb het idee dat de onderzeeër verder gaat zinken. Heel goed, het gaat ons lukken. Ik denk dat Coral hulp kan gebruiken. Hamer er maar flink op los. Het is gelukt. Goed gedaan, maatje. Wat? Automatische piloot? Ik zie hem al weer. De laatste zit vast, Ryder. De onderzeeër is er klaar voor. Goed gedaan, Pups. Robbehond, haal hem maar omhoog. Rustig aan. Hé, hey, wat gebeurt er? Ik weet niet, ik kan niks zien. Het werkt. De onderzeeër gaat omhoog. En die stenen komen omlaag. Het rif. Ah, bellen schieten. Heel goed, lichtje. Het is gelukt, Pups. Laten we hem ver uit de buurt van die gul neerzetten. Bobby. Je kunt er nu uitkomen. Nou, ik heb tenminste één supercool onderdeel mee kunnen nemen. Kijk maar. Moby, dat is een blikje vissenvoer. Vissenvoer? Dus na al die ellende blijf ik achter met alleen dit jakkes. Nou, als jij het niet wilt hebben, willen die vissenvrienden het wel hebben. Dat lijkt me een heerlijke manier om ze te bedanken voor hun hulp. Chase. Rob. Pepper! Zeg eens aan! Bedankt voor jullie hulp allemaal. Jullie hebben mij en het rif gered. Graag gedaan. Wanneer je vastzit in een zinkende onderzeeër, blaf dan om hulp. Eeuw! Nee, jakkes! We moeten die inktvis tegenhouden voordat er iemand gewond raakt. Inclusief de inktvis. Mick Squidly! Jullie moeten me helpen. Die grote inktvis heeft Mick Squidly. Oh nee, Ryder. De inktvis vindt die bollen blijkbaar erg mooi. Dat is het, Sky. Ik heb een idee. Bellenschieter! Ik kan ook helpen. Licht aan! De inktvis wil de bellen lek prikken. McSwiggy, maatje, kom terug! Gasten, de bollen drijven weg! Niet als het aan mij ligt! Ruff, net! Goed gedaan, team. En nu brengen we die grote inktvis terug naar huis. De meerpups willen je bedanken voor het redden van de stad en het terughalen van de gouden bollen. Heel graag gedaan. En vergeet niet, wanneer een grote inktvis ooit te gretig wordt... om hulp. Wow. Hopelijk gaat het goed met McSwiggy. McSwiggy, je bent terug. Daar zijn de bollen. De expositie is nu geopend. Ah,
slechtste dag van mijn leven.